Zo, oké. Nou, dat is de derde keer volgens mij vandaag. Nu weer een nieuw verhaal, hoop ik. Ik heb het de vorige keer ook gevraagd dat hier stond. Waarom hebben jullie voor deze sessie gekozen en niet voor de andere? Algemene nieuwsgierigheid, dat ik geloof heb, dus hoef je er niks over te zeggen. Maar als je specifieke nieuwsgierigheid hebt, dan is het voor mij handig dat ik het weet. Dan kan ik daar wel over vertellen. Kunst. Ja. Kunst, oké. In combinatie met jou. Wat zou er gebeuren als ik kunst in de titel zet? Ja hoor, huppakee. Nou, moet ik dat maar waar zien te maken, dan komt het goed. Dun lijntje hoor, maar kom er wel mee weg. Heus wel. Iemand anders? Quantify itself. Zijn er mensen die denken, quantify itself, hoezo, word even. Zijn er mensen die dat heel goed kennen? Zijn er mensen die helemaal niks over weten? Dus ik zeg, quantify itself is niet dat het straks iemand anders kan uitleggen. Oké, dat is goed om te weten, ja. Deze sessie gaat over kunst, knutselen, klooien en quantify zelf. Tenminste, dat heb ik bedacht, dus ga ik maar doen. Goed, waar zou ik eens beginnen? Ja, daar ga ik beginnen. Wie herkent deze? Deze? Ik ken hem. Kindersurprise. Wie was er vroeger ook helemaal gek van? Oh, yeah. Dat had voor een deel te maken met de chocola, denk ik. Dus ik vond het wel lekker chocola. En dat had voor een deel te maken met dat je niet wist wat erin zat. Verrassing. In Duitsland geloof ik verrassing. Of in Nederland een verrassing krijgen jullie dat toch? Kindersurprise. Een deel van de mensen vond het denk ik leuk. Omdat je wist niet wat erin zat. Maar heel vaak zat er iets in. En dan mocht je zelf iets in elkaar zetten. Dat je denkt, oh leuk, mag ik zelf wat maken. En volgens mij, heel veel mensen hebben dat. Dat ze het leuk vinden om zelf dingetjes te maken, een beetje te klooien, dingen in elkaar te zetten, van spelende wijze. Volgens mij binnenkort kunnen we wachten dat iemand een soort bestand maakt, waarmee je alle dingetjes die ooit in een kindersurprise gezeten hebben, kan uitprinten. Dat je een torrent kan downloaden met de bouwtekening van 3D-tekening van al die dingetjes die ooit gemaakt zijn, die je dan boven bij Herman op zijn 3D-punten gewoon kan maken. En variaties erop. Dat is leuk. Er moet meer geprust worden en geklooid worden. Ik was afgelopen vrijdag was ik op een presentatie van Bruno. En Bruno die heeft een waanzinnig project. New Horizons. Mag trouwens niet meer, hè, die eieren. Die eieren mag niet meer, nee. Ik heb gisteren een gekocht. Ja, maar in Amerika heb je dus weer. Of het is wel weer, weet ik het zeker. Maar je mag dus geen speelgoed in de etenstof. Je mag geen speelgoed meer in de etenstof. Dus ze hebben het nu ook veranderd. Ze hebben iets creatiefs weer moeten bedenken om dat dus te veranderen. Dus dat betekent een Happy Meals of zo? Oké. Nou, goed weten. Het heeft met die Happy Meals ook te maken. Gaan we uitzoeken. Gaan we uitzoeken. Goed. Ik was afgelopen vrijdag op een expositie en dat was, van New Horizons. Het was een kunstproject, maar ook van stel knutselaars en geeks, lui die weten voor goed kennen. Bruno van Elshout. Misschien is hij vandaag zelfs bij de wereld draaien. Bruno die dacht, we leven in een hele veranderende wereld. En mensen hebben ook een beetje behoefte aan stabiliteit. Kan ik daar iets moois mee doen? En Bruno die heeft een 26 megapixel camera heeft hij gefixt ergens uit het netwerk. Iemand had die over. Heeft bij Stand Up Inspiration, wat we elke maand in Amsterdam en Toemler organiseren, heeft hij een praatje gehad met wat hij nodig had. Ze zijn er allemaal naar gaan helpen. En wat heeft Bruno gedaan? Die heeft op het dak van het NH Hotel, en kijk daar, heeft hij een camera, heeft hij voorzien van een bekisting. Met een weatherproof, regen, wind, ook kou. Er zit antivriespompje erbij, dus de ruitenwissers voor het lensje heeft hij gemaakt. Allemaal heel prachtig, een grote kast eromheen. En die camera die maakt een jaar lang, dus op 1 januari begonnen, een jaar lang een foto elk uur van de Noordzeekust. Gewoon elk uur, dat kan. Ja, hey, de wereld verandert en we hebben ook behoefte aan stabiliteit. Ik ga gewoon een camera op één plek neerzetten en ga ik gewoon elke keer een foto maken. Kijken wat er gebeurt. Ja, dat weet je niet. Wat heb je daar nou aan? Geen idee wat je dan hebt. Dat is de hele grap. Heel vaak moet je dingen doen waarvan je geen flauw benullen hebt wat je dan hebt. En dan komen er misschien mooie dingen uit die of maatschappelijk relevant zijn, of esthetisch relevant, of misschien ook economisch relevant. En dat is deze website. Wat heel gaaf is, ik was op de opening van een expositie hierover en ik kwam in een ruimte terecht. Het is heel raar. Ik was in die ruimte en dan had hij platen uitgeprint, zo. Dat ook echt zo. Dat verkoopt hij ook en zo. En dat hangt daar helemaal vol met platen. En dan ben je, en pas na 3 kwartier begon er iets door te dringen. Ah, prachtige luchten, prachtige kleuren. Ik ben in een ruimte waarin alle platen er anders uitzien, maar eigenlijk zijn het allemaal
precies dezelfde foto's. Tenminste, hij staat gewoon stil, dat ding. Dus eigenlijk is op alle foto's precies hetzelfde te zien, maar ook absoluut niet. Want dat ding staat gewoon stil. Want om het uur, klik, klik. Ik wist niet dat er zoveel kleuren waren. Ik weet heus wel, als je in een bos loopt in de zomer, dat anders is dan in de herfst. Maar als je gewoon elk uur op dezelfde plek een foto van de zee maakt in de lucht, dat je dan zulke spectaculaire kleurenverschillen krijgt. Af en toe komt een bootje langs of een kitesurf, ding of whatever. Maar dat vind ik een mooi project waarbij er geklust en geklusteld is. Technologie is ingezet aan het web. Omdat het kan. En dit is gewoon aan het doen. Ik vind het leuk. Kunst. Maar we kunnen het ook relevant gaan maken. Op dit moment spreken voor een groep is heel eng. Misschien heb je dat wel eens gedaan. Vroeger, de eerste keer dat ik dat moest doen, ben ik flauwgevallen voor een volle zaal. Dus ik ben buiten wakker. Dat was heel eng. En toen ben ik dan maar eens gaan oefenen. En ik denk, nou, Martijn, dat wil ook wel kunnen als je vaak nog oefent. En ik heb sinds 2 weken heb ik een nieuw speeltje. Deze. En ik ben nu, zeg maar, mijn hartslag wordt nu real-time naar mijn telefoon gestuurd. Die zet dat dan opnemen. Dus binnenkort kan ik, zeg maar, dit filmpje wat nu wordt opgenomen. Daar kan ik dan een filmpje bij inplakken en dan zie je mijn hart mee bewegen. En als ik het dan eng vind, moet jullie zo meteen een rondvraag gaan stellen. Dan denk ik, en dan is het maar. Wat heb je daar? Geen idee. Maar ja, omdat het kan. Ik kom zo bij mijn punt door. Dit vind ik ook een mooie cross. Dit is een mooie crossover tussen wat ik dan vind, waar kunst, zeg maar, kunst en wetenschap elkaar raken en waarbij het relevant is. Dit is een waanzinnig. Dit is gemaakt door Eric Boyden. Eric is net zo iemand als Herman Kopinga. Ik weet niet of je Herman al gezien hebt, die is boven bij de directementen bezig. Herman die heeft een like jar gemaakt. Ken je dat al? Een like jar? Herman die heeft van een Arduino controller, maar zo'n dingetje, een klein moederbordje van een paar tientjes, die heeft hij in een jampotje gestopt. En daar heeft hij een display op gemaakt en een paar batterijen erbij in. En heeft een dekseltje dichtgeschroefd, heeft een gaatje ingeboord. En boven ons zit een knopje. En op het knopje zit het logootje van een like-button van Facebook, zo'n duimpje. En dat heeft een potje daar. En die staat dan op tafel, heeft er boven een paar. Moet even doen, gewoon, dat is gewoon heel leuk. En dan kom je daar bij het potje en dan druk je op het knopje, I like. En dan gaat de teller 1 omhoog. Op het display dan staat het 34, staat dan een keer 35. Wat leuk, nu gewoon nog een keer staat het 36. Nou zeg je, wat heb je nou? Wat is hier nou relevant aan? Nou, inmiddels heeft hij er geloof 50 verkocht of zo. Herman vindt het namelijk leuk om uit te vogelen. Zou dat ook kunnen? Laat ik eens wat gaan prutsen, kijken wat er gebeurt. Hij wordt er steeds handiger in. Het wordt steeds makkelijker. De ding wordt steeds goedkoper. En het is niet heel relevant. Maar ik heb zo'n ding dus thuis staan op de keukentafel. En als we een leuke avond hebben met z'n allen en we hebben een leuk gesprek en iemand zegt, dat is echt heel tof. Like. Als iemand in mijn huis komt en neemt goede wijn mee, dan denk ik aan het ding toe. Like. Het is een dingetje aan het worden. En leuk is bij 999, dan springt hij weer op 0, maar dan kun je nog wel met een trucje zien, zeg maar, dat je bij de 2000 serie komt. En het is heel grappig om de likes van een sociale situatie te verzamelen. Is dat relevant? Nee, niet relevant. Maar we zijn hier aan het klooien bij Permanent Bertha om te kijken hoe kun je dit soort kennis, die is vergaan, inzetten om maatschappelijk of economisch relevante dingen te doen. Dus een van de dingen die we hier bedacht hebben, als je deze gegevens, deze kennis, nou gaat stoppen in een of ander apparaat, in een of andere doos, van een of ander kunstding, en we gaan ervoor zorgen dat dit ding, diezelfde controle, op internet de hele tijd kijkt, op Twitter, wat wordt er gezegd over bijvoorbeeld Permanent Bertha. Dus stel dat jullie heel negatief zijn over Permanent Bertha en dat ook vooral heel veel uit heeft in allerlei sociale media, dan kunnen wij natuurlijk aftappen als je even een goede hashtag erbij zet. En dan kunnen wij hier wat lampjes aan plakken, want Herman heeft nu die kennis. En dan kunnen we die doos licht laten projecteren op de muur. En elke keer als er dan heel veel getwitterd wordt positief over Permanent Bertha, dan zien we een fijn groen kleur, of een warme kleur, wat je fijn vindt. En als jullie allemaal denken, nou dit gaat helemaal mis, dan verandert de kleur van de muur. Nou, dat wordt wel een stukje relevant. Dat wordt dan een stukje relevanter. Maar als je bij de KLM werkt, en je bent met customer care bezig, dan kun je de hele tijd naar het scherm gaan zitten kijken of iedereen nog wel lief is over je merk en of je nog wel goed doet. Maar als je dit soort apparaten hier kunt bouwen en gewoon bij de KLM neer kan zeggen, of bij een gemeente, van hé, zijn we een beetje lief voor onze burgers. Je kunt gewoon aan de kleur van de ruimte al zien of het goed gaat. Ja, dat wordt wel relevant. En dit is, zeg maar, zo'n mooi bruggetje waar ik vind dat wat er in de kunstenaars zien en de geeks zien, als je het bij elkaar brengt, dan komen er dingen uit die wel eens heel relevant konden zijn. En ook niet duur zijn trouwens. Net zo iemand als Herman is dus Eric Boyd. Eric Boyd, dat is een mafkees die nu een paar keer komt in San Francisco. En die heeft dit ding gemaakt. Ook een klein controletje, doe je zo'n knoopcel in. Ik heb alleen nog niet uitgevogeld hoe die precies werkt.
Dat komt nog wel, dat heb je met al die lui. Er zitten twee magneetjes in. Het ziet er niet uit, het zijn er één zo, maar het is gewoon een hartje. Zo. Heel kunstig. Maar de grap is, deze is in staat om draadloos te communiceren met mijn hartslagmeter. Dus als ik met jou een gesprek heb, ik vind het heel leuk. Dan zie je die lampjes, je ziet allemaal lampjes. Je ziet lampjes heel hard. Leuk. En als wij even een nagesprek hebben waar ik even niet blij van word, kan gebeuren, is helemaal niet erg. Dan. Dus je kunt gewoon, het enthousiasme van iemand kun je gewoon laten zien. Ik weet niet of dat handig is trouwens, maar dat is even. Trouwens, bij een speeddate kon het wel eens heel handig zijn, hè? Dat je denkt: oké, nee, er gebeurt niks, dat is niet aan jou, maar nee, mijn hart. Er gebeurt niks. Ligt niet aan mijn geest. Ligt doet mijn hart. Ja, gebeurt niks. Sorry. Ga weer even verder. Ja. Dit zijn allemaal rare dingetjes waarbij ik denk van ja. Er wordt wel eens gevraagd waarom moeten we geld stoppen in kunst? Nou, weet ik niet of het dan met subsidies en zo moet. Maar waarom zou je geld investeren in dingen waarvan je absoluut niet weet wat je daaraan hebt? Nou ja, dat moet ook gebeuren. Je weet maar nooit. Ik ga even wat vertellen en er zit een overlap in bij wat ik bij mensen die vandaag al eerder een sessie met mij gehad hebben, maar dat is niet. Ik had het vandaag over astmabodus. Ik pak eerst even een andere hoek. Dit is dus die Arduino controller. Dit is eerst grootschalige geslaagde open source hardware project. Is iedereen hier goed bekend met open source? Of zijn er mensen die zeggen, nou vertel even het over. Is dat gesneden ook voor iedereen? Open source? Nee. Oké. Open source. Even terug naar de jaren 60. In de jaren 60 hadden we hippies. Ja, dus baarden, lang haar, blote voeten, hippies man. En bloemetje ook natuurlijk. En die hadden bedacht, als we een beetje gaan vrijen, muziek gaan luisteren, stikjes gaan roken, een beetje gaan dansen, gaan mediteren. Nou, dan wordt de wereld beter en leuker en fijner. Dat is niet helemaal gelukt. Misschien wat ruzie maken in Vietnam en zo. Al die hippies verdrietig. Maar de slimme hippies, we hebben het nu over midden jaren 70, die waren allemaal in Californië gewoond. Want als je blote voeten loopt, ja, dan moet je ergens doen waar het warm is natuurlijk. Dus dat was in Californië. En dat was net de opkomst van de PC-industrie. Dus al die hippies dachten, oh wow, now we can use all this technology to save the world. Wow, peace man. Maar het waren hippies. En die hadden bedacht, als je dan wat gemaakt hebt, dan moet je dat goed documenteren. Vooral software, dan moet je dat documenteren. En dan moet je dat zeg maar delen met de anderen. Waarom? Dat is handig, want als iemand weet hoe jij tot een oplossing gekomen bent, en je hebt het goed gedocumenteerd, dan kan een ander daarop variëren of verder bouwen, en dan weet je samen meer. Dat is lief. Er is een paar andere lui in die tijd, Bill Gates, Steve Jobs, die is nu dood. En die zei, nee, maar wacht even, maar als je het nou helemaal dicht maakt, kun je heel veel geld verdienen. Nou, we werken nog steeds met Windows natuurlijk, dus nou, je ziet wat daarvan kwam. Maar die open source beweging is altijd gebleven. En 70% van het web, dat wij elke dag gebruiken als mensheid, draait op open source Apache Linux servers. Dus 70% van het hele internetinfrastructuur draait op de noeste arbeid van vrijwilligers, geeks, mensen die voor de greater good hun talent, tijd, skills, virtualiteit hebben gedoneerd. En dit is de volgende stap in de evolutie daarvan. We staan nu op het punt dat we met open source hardware aan de slag kunnen. En dat is really freaky shit. Wie van jullie had op school een 4 en een 5 op wiskunde of natuurkunde? Wie van die lui is wijsgemaakt dat je niet technisch bent? Mm-hmm. Mij dus ook. Dat is gewoon niet waar. Je moet alleen maar ons even niet lastigvallen met rekendingetjes en zo, maar dat hoeft al lang niet meer. Hoi, daar is hij weer. Ja, ga lekker zitten. Dit ding heb ik op mijn verjaardag gekregen. En dit ding is 2 tientjes. Dit is open source hardware. Dit ding sluit je aan op je Mac, PC, Linux via de USB-poort, Android en iPhone. En ja, er staan heel veel, er is heel veel documentatie op het web over hoe je hiermee om kan. Hier kun je sensoren opprikken die je zomaar kan programmeren. Je kunt hier je koffiezetapparaat mee aanzetten, op afstand. Dan kun je hier met je iPhone koffie aanzetten. Niet relevant, maar wel cool. Je kunt hem ook op je bad aansluiten. En dan kun je bijvoorbeeld, koffie is niet relevant, maar als je hier bent en je wil naar huis en je wil in bad, dan moet je eerst wachten tot het water er zit. Duurt lang. Dus je kunt met dit ding thuis je bad aanzetten. Er hoeft maar 1 iemand in de wereld te beschrijven in Jip-en-Janneke taal hoe dat moet. En 1 miljard mensen kunnen dat liken, retweeten, weet ik veel, alle kanten opsturen. Dus ik heb een soort global brain hebben nu. Wie maakt er wel eens gebruik van Wikipedia? Ja, Wikipedia is echt heel cool. Relevant ook. Wikipedia is zeg maar
een open source aanpak, een crowdsource aanpak om een encyclopedie te maken met z'n allen die beter nauwkeurig is dan Encyclopedia Britannica. Dit is eigenlijk hetzelfde principe, dit is alleen niet Wikipedia, dit is Instructables.com. Deze kon wel eens relevanter gaan worden dan Wikipedia. Instructables.com is echt vet cool, dat is echt knutselen voor debielen. Als je heel handig bent, dan moet je hier zijn. Heb je twee linkerhanden zoals ik, dan moet je helemaal hier zijn. Dus als je niet weet hoe je iets moet maken, dan moet je hier naartoe. Dat leggen ze in Jip en Janneke taal. Zijn er mensen die van gerookte zalm houden? Wie van die mensen zou wel een rookover willen hebben? Om zelf op zalm te roken of kip? Ja, hier staat dus hoe je een rookover moet maken voor je zalm. Echt een taal die jij snapt. Van, ga naar de winkel. Koop een plank. Zaag hem in die en die stukken. Ja, pak nou een hamer. Gewoon dat niveau. Maar hier staat ook heel veel kennis. Er zit een miljoen handleiding op. Hier zit heel veel kennis over hoe je dit soort dingetjes kunt aansturen en programmeren. Nou komt het. Wie van jullie is toevallig donateur met geld bij Artsen zonder Grenzen? Hartstikke goed. Gewoon vooral mee doorgaan. Ik vermoed dat je tussen de 30 en de 100 euro per jaar ongeveer doneert, want dat is het gemiddelde. Zit je in die range? Ja, nou, dat is heel goed. Maar de pest van Artsen was laatst bij Artsen zonder Grenzen. Alleen je hebt heel veel donateurs nodig om zeg maar, een beetje serieus geld te hebben. Maar dan heb je geld. En dan ga je spullen verkopen die duur zijn. Dus bij Artsen zonder Grenzen hebben ze bijvoorbeeld bedacht dat zo'n ding handig is. Misschien herken je dat ding van CSA. Dit is een bloedcentrifuge. En als je in Afrika zit en je hebt een lab, dan zou het zomaar kunnen als je een beetje serieuze arts bent, ondanks je altruïsme, dat je denkt, ja, maar ik moet wel even zo'n ding hebben, anders kan ik mijn werk niet doen. Ja, dat zie je zo gebeuren toch, dat iemand dat zegt. Ja, doe een boodschappenlijstje. Ja, ik heb ook een bloedcentrifuge nodig. Zo'n ding kost ongeveer 30.000 euro. Ja, ze helemaal gepatenteerd trouwens, helemaal FDD approved, helemaal goedgekeurd. Even, je bent al een paar ton kwijt als je überhaupt iets gemaakt hebt medisch, voordat je zeg maar, voordat ze überhaupt aan een onderzoek willen beginnen om te kijken of het wel oké is. Dus dit is heel veel geld. En dan heb je 30.000 euro bij elkaar van al die donateurs en dan koop je zo'n ding, is je geld weer op. Moet je niets verzinnen. Maar heb je wel zo'n ding? Nou, hartstikke leuk voor je. Wat doet dit? Hier zit je buisjes, reageerbuisjes met bloed in. Gaat hij heel hard ronddraaien en dat is ergens handig voor. Ik weet niet precies waarvoor, maar als je een bloedlab hebt, dan is dit blijkbaar belangrijk. Dat kan. Maar wat nou als je geen 30.000 euro hebt? Nou, ik weet niet of jullie weten wat de essentie is van een slaacentrifuge. De essentie van een slaacentrifuge is heel hard ronddraaien, zodat de sla droog wordt. Maar het idee is eigenlijk hetzelfde. Gewoon heel hard draaien, zodat er iets gebeurt. Werkt ook. Het leuke is, er hoeft maar één iemand te ontdekken dat dit ook werkt. En huppakee, die 1 miljard mensen kunnen het aan elkaar vertellen en erop doorbouwen. Er is iemand geweest, ik kan alleen een foto even niet vinden. Er is iemand geweest die van een Arduino-controller, van Knex, ken je dat, Knex? Ja. Van Knex, een Arduino-controller, postbode elastiekjes en petflessen, van die kleine petflessen, zeg maar. Ook een bloedcentrifuge heeft gemaakt. Die is niet net zo goed, die is zeker niet goed gekeurd, maar hij is maar $40. En $40 is echt wel, zeg maar, weinig. En je kunt je voorstellen, en je mag hem niet verkopen, hè? Nee, het is niet goedgekeurd. Je mag hem wel weggeven. Hé, hey, hoe disruptief is dat? Je mag hem wel weggeven. En je gaat natuurlijk niet 3 ton uitgeven om een onderzoek te starten of je dat ding mag vermarkten, als dat ding maar $40 kost. Dat schiet natuurlijk niet. Maar de pest is, elk jaar, want als je het in de auto niet open gooit, elk jaar zal die $40 bloedcentrifuge effectiever worden, nauwkeuriger, beter, goedkoper en mooier. Op een gegeven moment gaat heus wel een ontwerper zeggen, ja gast, dat ziet er niet uit, zal ik even een bakje maken, dat we met een 3D-printer er omheen kunnen futten, weet ik veel wat. Dus ergens de komende 3 tot 8 jaar, en zo hard gaat het nu, worden die bloedcentrifuges, nou ja, deze, in elk geval die van Philips ga je, of die grote dingen ga je niet meer verkopen, dus gewoon, is gewoon klaar. En ik vertelde dat dus bij Philips. Die zeiden, nee joh, meteen. Ja, dat is leuk hoor, een beetje geprutst in de marge, maar ja, weet je, dit zijn bloedcentrifuges. Dus ja, dat die over 8 jaar heel goedkoop zijn of gratis, is prima jongen. Kijk, wij maken echt moeilijke dingen hier. Kijk, wij verdienen ons geld met MRI-scanners. Ja, Magnetic Resonance Imagery. En die zijn heel moeilijk. Toen zei ik, oké. Okay. Toen ging ik naar Google, zei ik, do it yourself. MRI. En dit was het eerste wat ik in Google zag. How to build your own MRI machine.
En dan heb ik me wat ingelezen. De Philips, die was, dat was toen klaar trouwens. Toen waren ze een beetje verdrietig. Houd de beeld je ogen. Dus je kunt gewoon zelf, op dit moment zijn er gewoon mensen die gewoon de hele handleiding online hebben. Van hoe bouw je een MRI-machine? Nou, MRI-scan. Is ook niet goed gekeurd, maar ja, is gratis. Alleen het lullige is, op dit moment zijn die MRI-scanners die open source zijn, zijn beter dan de goedgekeurde gepatenteerde MRI-scanners van Philips. Waarbij Philips. Dus we hadden het straks even over de makers in Philips, maar dit hou je niet meer tegen. It's out there en dat krijg je niet meer stuk. En dit gebeurt als allemaal kennisdomeinen samenkomen en geprutsen aan dit soort dingetjes. Even kijken hoor. Ik heb iets cools gisteren gezien. Ik ben nog helemaal van in de war. Even kijken of ik het kan laten zien. 35. Ah ja, dat was hem. Oké. Okay. Er is dus ook een Instructables Wikipedia-achtige oplossing voor dit. Het heet Thingiverse. We hebben boven niet van iets in de directpunten staan. Thingiverse is eigenlijk een soort Wikipedia-achtig iets. En we zitten nog in de early days van 3D-printing. Een soort downloadplek voor spullen. Dus daar kun je zeg maar de tekening van spullen downloaden. En ik weet niet, wie heeft vroeger veel met Lego gespeeld? Oké, okay. Hardcore Lego-ers, is het nog lekker? Hardcore Lego-spelers die met Lego gespeeld hebben, die herkennen iets heel bijzonders aan dit plaatje. Deze bestaat niet. Deze bestaat niet. Dus meneer Lego heeft geen blokjes in deze vorm. Die hebben ze niet. Ze hebben andere vormpjes, die kun je ook komen. Maar deze die bestaat niet. En ik heb er dus één geprint eergisteren. En dat is echt, ik vond het bijna een spirituele ervaring. Ik wil het je allemaal aanraden boven, moet je even gaan kijken. En dan moet je even wachten bij Herman bij de printer. En dan zeg je, Herman, je moet wel even zeggen als je gaat beginnen hoor. Dan ga je er gewoon staan en dan kijk je naar dat ding en dan is er eerst helemaal niks. Dan zie je de printerkop heen en weer bewegen, trekt een paar lijntjes en denk ja, leuk voor je. En dan gaat hij een tijdje mee door en langzaam bouwt dat dus zich op. En op een gegeven moment denk je, nou nee, dat gaat het niet, dat is niet waar. En dus in 11 minuten tijd had ik mijn eigen Lego blokje geprint. Een vorm die normaal niet bestaat. Kostprijs, misschien niet eens een cent. Het is gemaakt van PLA. Dus een plastic lactose acid is het, dus een bioafbreekbare melkzuurproduct, gemaakt van aardappelzetmeel. Biodegradable. Voor de mensen die het leuk vinden, op Lowlands hadden ze de mensen van die 3D-printers dit jaar staan. En op Lowlands hadden ze van die bekers, die biodegradable bekers waar je bier uit kon drinken en zo. Die kon je inleveren bij hun, die flikken ze in een bak, die deden en dan was alles stuk. En daar maakten ze dan korrels van en daar kon je dan weer grondstof van maken om deze blokjes mee te maken. En dat is dus allemaal downloadbaar hier. Even meten en weten. Dan kun je zeggen, ja maar dat is helemaal niet leuk voor meneer Lego. Dat weet ik niet. Als 1 miljard mensen Lego gaan printen, dan lijkt me dat eigenlijk in het belang van meneer Lego. En het zal niet ten koste van zijn. Dan moet je even meenemen in een ander boek, dat heet The Experience Economy van Joseph Quine. Koffiebonen, als je die plukt zelf plukt in Bolivia of zo, dan kost het eigenlijk niet zo heel veel als je het toch al was. Dus oké, okay, heb je koffiebonen. Als je daar te lui voor bent, we hebben geen zin, dan kun je dat op de markt kopen. En dan kost het misschien 2 of 3 cent voor een handje. Je kunt ook verder weggaan, dan hebben ze het voor je verpakt of gewassen. Nou, dan betaal je er 6 cent voor. En zo ga je elke keer verder naar boven die waardeketen. Dus een pak koffie gemalen in de winkel, een Douwe Egberts pak, is wel wat duurder. Maar een kopje koffie hier uit de automaat is alweer veel duurder. En dan hebben we er blijkbaar voor over. Dan gaan we naar Starbucks en hebben we er ook voor over. Dan denk je, is de koffie 3, 4 euro. Maar als we naar de Piazza San Marco gaan, in Venetië, dat plein. Dat is echt een waanzinnige ervaring. En in dat koffiehuis daar, betaal je 15 euro voor een kop koffie. Met plezier. Maar je betaalt helemaal niet voor koffie. Je betaalt voor datgene wat zijn de commodity koffiebonen. Hebben toegevoegd aan een belevenis, aan een ervaring. Een ervaringsopening. Uiteindelijk zijn ervaringen meer waard dan spullen, hè? Dat weten we al lang. Spullen, ervaring, dat is leuk. Daarom gaan we naar die Age of Access, een tijdperk voor toegang. Dus misschien kan Lego veel meer geld verdienen met allemaal Lego-parken met Legoland, dan aan het zelf maken van blokjes, een hoop werk. Want die blokjes van Lego die zijn niet van PLA. Die zijn van een ander spul, dat zeg maar, dat is geen bioplastic, die zijn biologisch afbreekbaar.
En misschien kan Lego wel contests gaan doen op basis van haar brand. En dat is uitgeroepen tot de mooiste Lego designer. Of misschien kunnen we wel Lego gaan maken voor medische laboratoria. Dat we wedstrijden gaan doen. Wie kan de coolste Lego toepassingen verzinnen, zodat je zelf je laboratorium kan bouwen? Ik zit maar even te filosoferen. Dit is als een kunst. En doe het jezelf. En disruptieve technologie. En de kracht van de zwerm op het web. Als die met elkaar gaan samenwerken. Ik zei van, ik had hier vanochtend ook wel even over. Dat is veel knopjes weggedaan waarschijnlijk. Sorry, ik heb te veel knopjes weggeduwd, maar dat geeft niet druk van internet. Dezelfde soorten types als Eric Boyd die dit soort dingen maken. En Herman Kopinga die lightjars maakt. Ja, dat soort lui die maken ook dit soort blokjes. We zitten in een wereld waarin technologie en sensortechnologie toegankelijk is dan ooit. Dus je kunt zeg maar op zo'n Arduino kun je gewoon een geluidssensor plakken of een bewegingssensor van 1 of 2 euro. Zo goedkoop zijn die dingen. En er is al lang iemand die heeft uitgevogeld hoe je dat ding moet aansluiten, hoe dat werkt. Kun je gewoon downloaden en kijk klaar. In dit apparaatje zitten ook sensoren, een paar. Dit apparaatje, wat eigenlijk niks kost, een stukje plastic, zou je met een 3D-printer kunnen maken. Als je daarop klikt, dan ligt hij even de plek vast bij de D, dus de geolocatie, denkt een breedtegraad. Hij legt ook het tijdstip vast en de data. Als je hier op klikt, dan weet je, Martijn heeft nu op deze plek op het knopje gedrukt. Dat is niet zo heel relevant hoor. Maar als je een paar duizend van die dingen laat maken, omdat je dat een goed idee vindt, en je plakt dat op zo'n dingetje als dit, dan wordt het denk ik relevant. Dit is albuterol, andere kent als Ventolin. En dit wordt gebruikt door mensen die astmatisch zijn. Misschien heb je dat wel eens gezien, mensen met zo'n pompje, die denken, lucht. En dan pakken ze dat ding, en dan gaat het weer beter. En Ventolin is gemaakt door een farmaceutisch bedrijf met de beste bedoelingen, die wil natuurlijk mensen beter maken. Kost wel een hoop geld. En als je even naar de begroting van Nederland kijkt, 68 miljard, de grootste kostenpost van onze begroting, is zorg. En een deel daarvan zit in overheid en bureaucratie, een deel zit in controle en regelgeving, en een groot deel zit ook in medicijnen. Dat kost geld. Waarom? Nou, dat is heel duur, al het onderzoek. Dus die medicijnen moeten weer terugverdiend worden. Dan kunnen ze weer nieuw onderzoek doen om ons beter te maken. Je kunt ook gaan klooien, gaan prutsen en gaan kijken wat er gebeurt. Dus wat gebeurt er nou als de Herman Kopinga's van deze wereld, de Joost Platellen van deze wereld, met dit soort dingetjes gaan klooien? En die maken ze vast met Ventolin-pompjes. Dan kun je dus, als je dit uitdeelt in een stad, kun je elke keer als iemand zo'n puffje neemt, en doe je het apparaatje boven het Ventolin-pompje, even vastleggen op welke plek, op welk moment, op welke datum, ze behoefte had aan een puffje. En als je na een jaar die blokjes verzamelt, en je haalt de data er weer af, die plot je op een kaart. Kun je denk ik zien op welke plekken in de tijd mensen blijkbaar steeds behoefte hadden aan zo'n buffje. Oh, misschien was er dan wel iets wat dat veroorzaakte. Toch? En als je dan de kaart verandert in satellite view en ziet daar een haven liggen, dan weet je, daar moeten we even gaan kijken. En als je dan een havenlogboek erbij haalt en je gaat kijken wat was op het moment dat elke keer op vaste tijdstippen mensen behoefte hadden aan een astmabuffje, even leuk. Ze zijn gewoon schepen aan het lossen met sojabonen. Zeg, oké, als je sojabonen los, blijkbaar, dan heeft iedereen astma. Nou, zullen we dat gewoon niet meer doen? Of anders oplossen? Niet zo leuk voor meneer Ventolin trouwens. Oh ja, toch wel, die wil de mensen beter maken, toch? Dit is wat er gebeurt als de zwerm gaat samenwerken met de doe-het-jezelf-beweging, met dingen die uit de kunstwereld en de geekhoek komen, die je connect met disruptieve zaken. Nou hebben we het web. Dus iedereen met astma kan dit gaan doen. Iedereen kan dit ding gaan downloaden, iedereen kan bijdragen. Doe je in één keer heel snel een vraagstuk als kortademigheid kan helpen aanpakken. En dit is niet alleen op dit gebied aan de hand, dit is op elk gebied aan de hand. Even kijken. Wie van jullie is net bij de Quantified Self Workshop van Joost geweest toevallig? Oké, dus je zult overlap vinden in dit verhaal. Ik weet niet hoe het moet lossen. Ik slaap s'nachts met de ding op mijn hoofd. En dat ziet er niet uit, het is toch donker. Dit is een Zio. Hippie, zei je, hè? Ja, hippie. Wat? Dit is een Zio. Tot voor kort was slaaponderzoek heel duur. Even, we slapen ongeveer 1/3 van ons leven, gemiddeld. En slaaponderzoek was tot voor kort heel duur. Daarvoor moest je naar een slaaplaboratorium gaan. Om te ontdekken wat er aan de hand was met je slaap. Dat kost 30.000 euro aan spullen en zo. En daar heb je niet zo heel veel aan, omdat het in een niet-natuurlijke omgeving is. Niet dat het per se heel natuurlijk is om zo'n ding op je hoofd te slapen, maar daar heb je zoveel last er niet van. En dit ding meet de elektrische activiteit in mijn prefrontale cortex. Dus die kan vaststellen of ik in diepe slaap ben, dat bedoelt dus om uit te rusten om de alcohol te verwerken en zo. In remslaap, om alle indrukken van de dag te verwerken, zoals alle indrukken die je moet krijgen. En je hebt lichte slaap.
En daar maak je een grafiekje van. En zien wanneer ik diepe slaap en rust. En ik kan dus heel makkelijk meten hoe het met mijn slaap is. En kijken wat voor factoren voor mij specifiek van belang zijn in de kwaliteit van mijn slaap. Misschien kan ik het wel zo instellen over een half jaar dat ik een sms'je krijg als het volle maan is. Hé, hey, volle maan vandaag. Oeh, dat wist ik niet. Hoezo? Nou, dan slaap je meestal kort, dus je kunt goed luisteren. Laat je nest in, want slapen wordt het toch niet. Dat is handig. En op zich ben ik niet zo geïnteresseerd in mijn eigen slaapdatum. Maar wat als 100 miljoen mensen of honderdduizenden mensen dit gaan doen? We bouwen data op over slaap. Kennis over slaap die we nooit eerder hebben gehad. En dit is, hier is een beweging voor, die heet Quantified Self. Ik zit er middenin in die beweging, ik ken al die mensen. En Quantified Self is wat er gebeurt als je sensortechnologie gaat combineren met smartphones, die je met het web laat praten in de cloud. En als je dan bezig gaat met het analyseren van patronen over voeding, beweging, gezondheid en lifestyle. We weten nog zo weinig over het menselijk lijf. We weten nog zo weinig over de menselijke geest en alle omgevingsfactoren. En daar is een hele beweging over, die heet Quantified Self, dus de gekwantificeerde zelf. En again, ik ben niet zo geïnteresseerd in mijn eigen data. Ik ben gefascineerd, dus wat moeten ze aan apparaten doen en wat moeten die doen, hoe moeten die doen en hoe ziet die user interface eruit, waardoor uiteindelijk honderden miljoenen mensen het gaan gebruiken. En de voorspelling is, tussen nu en een jaartje of 5, de 10.000 keer meer weten over het menselijk lijf en de geest, dan dat we tot nu toe überhaupt hebben gehad als mensheid. En niet in een 1 of 2 databases van een paar farmaceutische bedrijven, maar out there in die open, dat we allemaal aan de slag kunnen gaan met wat we hebben ontdekt. Het is een radicale breakthrough als het gaat om de medische wetenschap. Dan ben ik heel blij met die medische wetenschap. Ik ben blij met MRI-scan. Het heeft ons heel veel gebracht. Pacemakers noemen we. Maar op dit moment zijn er 100.000 briljante medische wetenschappers onder de 30 jaar die iets gaafs hebben ontdekt. Dat is namelijk altijd zo. En die wachten 5 jaar met dat vertellen aan de wereld. Want die moeten dat eerst testen en nog een keer testen. Dat is ook goed hoor, anders krijg je die druk stapelachtige dingen. Dan gaan ze dat publiceren. Dan duurt het 5 jaar voordat het in de Lancet staat, dus in een gezaghebbend wetenschappelijk stuk. Dus we hebben 100.000 stukjes van de puzzel. En dan moeten we 5 jaar wachten voordat we dat überhaupt kunnen gaan cumuleren. En dat gaat de hele tijd zo door. Dit hangt samen met een beweging die heet de Professional Amateurs, de Pro-Ams. De amateurs worden professionals. En soms heb je amateurs die meer weten over iets dan een expert, omdat die misschien nog meer tijd heeft of fanatiek is. En als die professionele amateurs massaal gaan samenwerken met elkaar, dan is het nu aan de hand. Dan kan het wel eens zo zijn dat die patronen gaan ontdekken waar die medische wetenschap helemaal overheen kijkt. Die moeten gaan samenwerken. Dus ik zeg niet de farmacie en de traditionele medische wetenschap moet weg. Het enige wat ik zeg, goh, als wij dan met z'n allen die lui kunnen helpen met joe, je was dan in die hooiberg aan het zoeken, je moet een beetje naar rechts, vervolgens ligt daar wat. Dat is een goed idee. En dit is nu aan het gebeuren. En ook dit gaat weer over kunstenaars, mafkezen, klojo's, geeks die dingen doen. Zeg van, denk, ja, wat heb je daar? Maar als je alle stukjes van de puzzel gaat combineren naar iets maatschappelijk relevant, je gaat het onderzoeken. En je kunt het inbedden in een grote beweging, of wordt Quantified Self, of Permanent Data, of Durf te Vragen, of al die andere dingen die er zijn, dan denk ik dat we met z'n allen een beetje verder komen. Er zit ook best wel een gevaar in. Ja, sorry. Nee, ik ben er gewend. Je spreekt er vaak uit. Kijk, wat je bijvoorbeeld ziet is bij de link die tussen die vaccinatie en autisme wordt gelegd. Dat daar, er is één dokter geweest die heeft ooit gezegd van, ja, dat zou best wel zo kunnen zijn. Verder is er geen centje bewijs voor te vinden. Ja. Maar allemaal amateurs. Ja. Ja, zijn bezig en zeggen, zie je wel, er is ja. Wat is je punt? Ik hoor je, maar wat is je punt? Dat er dus een gevaar in zit, in wanneer je al die pro-ams hebt, ja, dat er zoveel kennis die niet gedekt wordt door een goed onderzoek, ja. En dat daardoor nuttige zaken, zoals bijvoorbeeld die vaccinatie, worden weggedrukt, waardoor er weer ziektes die bijna weg waren, terugkomen. Ja, ik snap je punt, maar ik ben het niet met je eens. Okay. Om de volgende redenen. Op het moment dat je wetenschappelijk bewijs hebt dat een vaccinatie een goed idee is, en je slaagt niet om dat te communiceren, omdat je blijkbaar niet open genoeg bent over alle data en gegevens, want dat zijn ze niet, ja, dan geef je ruimte voor discussie. Dus als je niet transparant bent, dan krijg je het over je heen. Dus we zitten nu in een tijd waarin je niet meer wegkomt met, dat hebben wij onderzocht, dat klopt heus wel.
Nee, laat het maar zien en zorg dat die amateurs met z'n allen mee kunnen puzzelen. En dit, dan krijg je een wrijving tussen zeg maar, de oude wereld en de wereld van nu. En dan moeten we doorheen met z'n allen. Ik weet niet welke kant op gaat. Dat het gevaarlijk is dat amateurs dingen ook gaan ontdekken en misschien naast zitten. Ik zeg niet voor niets. De amateurs moeten gaan samenwerken met de wetenschap. Want de wetenschap heeft geen gelijk, maar de amateurs ook niet. De wetenschap kan niet bewijzen wat er niet gebeurd is. Daar hebben ze namelijk geen tools voor. Dus de hele tijd loopt de wetenschap, en dat gaat nu sneller dan ooit, achter bij de maatschappelijke economische werkelijkheid. En op een aantal terreinen kunnen we ons dat niet meer permitteren. Dus we gaan heel hard, zijn er allerlei ontwikkelingen. En dan duurt het te lang voordat je dat in het wetenschappelijk huis hebt bewezen. Maar om het daarmee overboord te gooien is veel te makkelijk. Dus blijkbaar moeten we op zoek gaan naar de aansluiting tussen de traditionele wetenschap en de wetenschappelijke methode die beproefd is. Godzijdank hebben we de wetenschappelijke methode, want je moet er niet aan denken dat een stelletje amateurs zomaar een open hartoperatie gaan uitvoeren. Hé, dat kan ook. Hé, dat is een misprobeer. Moet je niet hebben. Maar ik vind dat we de enorme explosie aan kennis in de wereld, aan inzichten, patronen die we kunnen analyseren, dat we die overboord keeperen als zijnde amateurs niet wetenschappelijk. Ja, daarmee doe je de mensheid geen recht. Bij Wikipedia hebben we gezien dat de geweldige wetenschappers die achter de Encyclopedia Britannica zaten, uiteindelijk niet zoveel waardevolle content bij elkaar konden krijgen als het leger amateurs. En hoe dat precies moet weten we niet, maar hé, ook dat is met Permanent Better een van de dingen die we moeten gaan ontdekken. Dus je hebt wel een punt, maar je hebt niet per se gelijk. Ik ook niet trouwens. Maar het probleem, volgens mij, want over Wikipedia wordt al gezegd, ja, het zijn amateurs, zijn amateurs, het zijn inderdaad mensen die van houden, maar het zijn vaak juist wel ook de mensen die inderdaad expert zijn op dat gebied. Het zijn vaak de wetenschappers in een avonduur. Even op dat punt, ik was vorige week bij het Trimbos Instituut en die waren nog fanatiek en die waren met z'n allen tegen mij, dus ik ben op zich dit gewend. Volgens mij misinterpreteer je dan mijn stem. Nee, even een beetje een dolle en we kennen elkaar een beetje, dus ik voel me vrij om een beetje... deze website is van... dat kan natuurlijk altijd ook hier. Kijk, dit komt een stuk dichter in de buurt. Dit is een website waar mensen met een ziektebeeld, psychisch of lichamelijk, zich kunnen aanmelden. Kunnen zeggen, nou, ik ben 43, ik woon daar, dit voor werk doe ik, mijn ouders kwamen daar en daar vandaan, dit is mijn etniciteit, gewicht, en ik heb hier allemaal last van. En het uitzicht zo en zo en zo. En ik heb dat en dat geprobeerd en dat en dat geprobeerd. Die zijn dingen aan het delen over zichzelf. Maar omdat dat heel veel mensen, 166.000 mensen zijn, zijn die met elkaar data aan het vergelijken. Oh, heb jij dat ook? Goh, dat wist ik niet. Heb jij dat anders geprobeerd? Oh ja, dat weet ik mij ook. Dit zijn amateurs die op een slimme manier samenwerken. Die heel waardevolle inzichten aan het creëren zijn voor doktoren die dachten, ja, maar zo hebben we nog nooit bekeken. Dus daardoor kan de medische wetenschap bij kennis en inzichten waar ze tot voor kort niet bij konden. Dus dit vind ik een mooie crossover tussen amateurs en professionals. Het vraagt altijd om een soort iemand die het organiseert, die de crowd zeg maar faciliteert. Ja. Ja, en in dat tijdperk zitten we nu, dat we deze ontwikkelingen gaan krijgen, deze ontdekkingen gaan doen. En het gaat niet over goed of slecht, want voor mij kun je er nu nog helemaal niet zeggen, maar wel iets wat je niet meer kan tegenhouden, waar we dus mee aan de slag kunnen. En hoe dat werkt, dat hopen we hier te gaan ontdekken. Dat is een van de redenen waarom wij ook gezegd hebben, wij staan niet hier, misschien nog andere posters. Dat vind ik quantified zelf hier heel interessant. Omdat we echt denken, hé, daar zitten dingen die relevant zijn voor de wereld. Dus die willen we hier gaan ontdekken. En kom vooral lekker mee discussiëren, want voor mij hebben we nog heel veel puzzels opgelost met z'n. Oké, ik heb nog 3 minuten over, maar dit is wel ongeveer de essentie van wat ik kwijt wil. Waarom moeten we gaan klooien met z'n allen? Waarom moeten we kunst ondersteunen? Waarom moeten we geeks en kunstenaars gaan verbinden? En waarom moeten we met wat daar gebeurt gaan spelen in publieke domeinen die relevant zijn? Wat is nou voor? Heb je dingen gehoord die je nog niet wist? Ja. Weet je? Ja. Weet jij meer? Want dan moet je volgende keer moet jij in het praatje gaan. Nee, dat niet. Oh. Nee, dat is welkom. Oké, okay. Nou dan wou ik het hierbij laten. Er zijn er nog 1 of 2 vragen. Misschien privacy? Privacy. Ja, maar dat is een ander debat. Daar kan ik een uur over. Als ik daar nu weer over zeg, dan hebben we een debat van een uur. Dat gaan we niet doen. Ik denk dat privacy eindoefening is. Dat, even ethisch en moreel denk ik dat ik het met iedereen hier eens ben. En operationeel onhaalbaar. Geen haalbare kaart. Vergeet het maar. De camera
Ja, dat weet ik maar niet. Dat heb ik vorige week ook verteld, dus dat halen ze niet. Nee, maar net als patenten. Ja, patenten. We zijn het allemaal eens. Je moet dingen kunnen beschermen. Dat is lief, dat is een goed idee. Je moet dingen kunnen patenteren. Maar ja, die wordt links en rechts ingehouden door de technologische werkelijkheid. Dus is niet te handhaven. Dus als niet te handhaven is, ja, kun je wel van alles gaan vinden, maar dat schiet niet op. Goed. Dus, ik zet de microfoon uit en ga lekker naar de koffie. Dankjewel.